De komende dagen komt de meest actieve meteorenzwerm van dit jaar langs de aarde, de Geminide. En dat betekent extra veel vallende sterren. Soms wel, als je geluk hebt, tot 75 per uur. Meteorenzwermen kruisen de baan van de aarde elk jaar rond dezelfde tijd. En voor de Geminide is dat dus altijd rond half december. Meteorenswermen bestaan uit stofjes of stukjes steen afkomstig uit de staart van een komeet. En wanneer deze deeltjes botsen met de dampkring, ontstaat er een lichtend spoor. En dat noemen we een meteoor of een vallende ster. De geminiden vormen hierop een kleine uitzondering, deze deeltjes zijn namelijk afkomstig van een planetoïde, Feton. Het punt van waaruit de meteoren lijken te komen, noemen we de radiant. En de radiant ligt in het sterrenbeeld waarnaar de meteorenzwerm vernoemd is. De Geminiden komen uit het sterrenbeeld tweelingen, want Gemini is tweeling in het Engels. Wil je de vallende sterren nou bekijken? Zorg dan dat je klaar zit in de avond en aansluitende nacht van 14 op 15 december. Wel moet het natuurlijk onbewolkt zijn. Ook hebben we in Nederland helaas te maken met veel lichtvervuiling, zeker in de stedelijke gebieden. Dus wil jij wel tot drie keer meer meteoren kunnen zien, zoek dan een donkere plek op. Kleed je warm aan, kijk richting het zuidoosten en geniet ervan.